naar een gloednieuwe video op Kicks Games. Wat gaan we doen, Kevin? We gaan Super Mario 64 spelen. En dat vroeg in de ochtend. We zijn vroeg opgestaan, althans ik, Kevin iets later, om dit spel te spelen. We hebben er helemaal zin in. Ik ga Kevin inmaken, zoals altijd. Want wie is hier nou eigenlijk de beste? Ik. Let's go. Okidoki. Nou, Mario is er in ieder geval mee eens. Dat is fijn om te horen. Als eerst wil ik toch even... Ik wil het gewoon afgerond hebben dat we daarmee klaar zijn. En dat is het sneeuwlevel. We hebben alles in het sneeuwlevel qua reguliere sterren. Maar wat hebben wij nog niet in het sneeuwlevel? De onreguliere sterren. Wat er wel geteld één is. En dat zijn de 100 muntjes. Dus we gaan de 100 muntjes halen in het sneeuwlevel. Dit lukt. Dit gaat goed. Dit is in en al blijheid, positiviteit. Dus we gaan dat doen. De timer loopt, maar we moeten 5 sterren zien te halen en ik ben zenuwachtig. En weet je waarom? Omdat ik eigenlijk niet zo goed weet waar ik precies heen moet deze aflevering. Volgens mij heb ik best wel al wat sterretjes hier in het begin gehaald. En we hebben natuurlijk iets gezien bij Ivar. En dat was namelijk in dit level een dingetje. En dat is inderdaad wat Ivar al zei. Kevin kan alles zien, weet je wel. Maar dat betekent nog niet dat ik weet hoe het moet. Ik ga gewoon lekker op mijn eigen terms... ga ik proberen gewoon alleen maar muntjes te vangen. Die blauwe. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Maar dan moet ik er natuurlijk niet afvallen, want dan ben ik dood. Ga weg, ik laat me niet afleiden door jou. Ik kom hier voor de muntjes. Dank u. Maar ik moet ook niet te langzaam gaan, volgens mij. En dan ga ik ook gewoon hier... Nee! Oh, gelukkig, dat ging. Want ik kan het gewoon niet veroorloven. Het ging voor die paar muntjes. No big deal. Ik ga niet die hele baan afglijden, want ik weet dat ik niet zo goed ben. En nu zweven we op het gemakje naar beneden. Geen stress. Ik weet niet waarom die de hele tijd teruggaat. Maar daar vraagt toch niemand om? Oef, dit was echt op het randje. Goed, we zijn hier. De plahoe, dat kunnen we. Dus we zijn al hier. Oké, en wat ik dus heb gezien is dat je hier een soort van wall jump moet doen. Maar hoe doe je dat? ja. Oh, wacht eens. Oké. Here we go. Oh nee, dat werkt dan niet, zeg maar. Oké. Maar ho, dit is makkelijk. Dit had Ivar natuurlijk ook wel willen weten, dat dit ook gewoon mogelijk was. Nou, al 33. Wat gaat dit goed? Oké. Nee. Ik wil de andere muntjes ook hebben. Jullie? Toen. Ja, heel mooi. 40. Dit gaat misschien helemaal niet zo lang duren. Wow. 45. Jongen. Ik weet dat we daar naartoe moeten voor nog wat extra blauwe muntjes. Die moeten we ook absoluut hebben. Maar dat wil ik als laatst doen. Als ik denk van, ik kan echt geen andere muntjes meer vinden. Dan doe nou even normaal met je sneeuw. Daarom heb ik zo'n vertiefde hekel aan die sneeuw. Dat glijdt. Want natuurlijk nergens op slaat, dat ijs glijdt. Sneeuw glijdt niet per se. Behalve als dit natuurlijk van het vastgevroren is, dus dan wel natuurlijk. Ja, dat weten we niet. Nou, ligt hier al een tijdje. Dus een grote kans ook gewoon. Oké, dat is niet helemaal... Dit had ik later moeten inzetten. Ik moest daar wel de walking doen en dat deed ik niet. Oh, dat is niet helemaal oké. Oh nee. Faceplant naar beneden ook. Oh. Brain, don't leave me in the state. Ik ben een beetje bang. Dat ik meer. Toch meer muntjes moet halen in het glijlevel. Ik ben daar bang voor. We gaan even kijken. Wie weet. Oh nee, ik wil die andere. Ik moet via de transportatie. Oh, met je billen in de sneeuw. Malle Mario. Even slokjes door. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Ja, waarom doe je dan die duik naar beneden, klootzak? Ja. Ja, kom op Mario, kom op. Oké. Het is duidelijk. Waar verschijnen ze eigenlijk? Hier, hè? 1, 2... Was dat het? Was dat het? Oh, nee toch. Dit is zo naar en zo niet volgens plan. Ik had een plan. Ik had een waterdicht plan. Maar ja, het vroor. Dus mijn water werd ijs. Net als mijn plan. Het werd een ijskoud plan. Moet dit?
er zit nog één muntje daar. Oké, als ik nou gewoon ervoor zorg dat... Ja, dat wat eigenlijk. Als ik er nou gewoon voor zorg dat ik 99 muntjes haal en dan die laatste pak. Sounds like a plan, doesn't it? Ik heb waarschijnlijk vrij weinig over te zeggen. Oh, Dory. Ja, klaar met jou. Ik ga je ook gewoon even een flinke voorsprong geven, zodat je niet in de weg zit. Oh, wat heb ik een pleur zitten. Ben je al om de hoek? Ja, oké, geen last van jou. Rustig vrij. Oké, dit is nog een muntje. Elk muntje is mooi meegenomen. Jij bent de zon. Oh, hier omhoog. Oh, dit wordt zo spannend. Ah, maar ik moet nu helemaal... Oh, wat doe ik nou? Oh, my god. Ik geef je weer voorsprong, pleuris eend. Oké. Goed kijken. Daar is een muntje. Ik wil jou. Niet gelukt. Geef niet, Ivar. Geef niet. Er zijn er nog in de lucht. Whee! Dat is in ieder geval één. Die kan je tenminste... Ik wou zeggen op je buik schrijven. Maar... Oké. Dat gaan we dus niet doen. Oké. Maar hier komen er heel veel. En dit is allemaal superleuk. Die twee moet ik hebben. En die twee moet ik hebben. En... Oh. En rustig. Rustig. Niet allemaal! Nee! Want dan verschijnt hij daar! Spring, Ivar! Spring! Spring! Pak hem! Nee! Potverdorie! Oh, nee. Oh, dan moet ik die baan ook nog heel goed afmaken. Want, oh, hij blijft er hangen, hè. Hij blijft er hangen. Potjandiki door die doosje. Ik wist dat het zou gebeuren en het gebeurde. Oh, potverdorie. Zie ik 120 zelfs. Oh, hij hangt. Maar blijft hij daar hangen, ook als ik wegga? Ik wil niet met je praten. Ik wil niet met je praten. Je bent onrelevant geworden. How do I get myself into this trouble dat ik gewoon op de glijbaan een ster moet gaan halen? De glijbaan die ik haat. Rustig aan, relax. Je hoeft die pokken pleuren stakkenpingwing niet in te halen. Je hoeft geen extra muntjes te halen. Als hij hier niet hangt, word ik wel best wel boos, denk ik hoor. Als hij zeg maar, als er zeg maar een bug in de game is dat niet kan. Dan word ik verdrietig. Niet boos, ik word verdrietig. Worden mijn verdrietige. Hier moet hij zijn. Maar hij is hier niet. Of is hij ergens anders? Hey, is hij... Nee, dit is oneerlijk. Dit is niet eerlijk. Oh. Zo. Hoe zo boos? Hoe kun je? Kan ik hier al heen? Nee, daar kunnen we niet heen. Ik denk dat we de sleutel van Bowser moeten gaan halen. Oh nee, Tof. Dat telt niet als een ster, geloof ik. Maar dan kunnen we in ieder geval verder. We gaan het maar gewoon doen. Oh my god. Here we go. Waarom ga ik hier ook in met minder health? Niemand weet het. Here we go. Hoe kun je? 11 minuten naar de galle vertievenstering. Jezus. Dit is... Oh. Dit is zo gemeen. Dit is... Ik vind dat mijn vorige 10 minuten niet tellen. Dit is zo gemeen. Ik ben boos. Ik ben echt giftig nu. Giftig gewoon. Kom hier, rood-blauwe pokkenmunt. Oh, boos. Ik sprong, ik klikte de knop in voor springen. En nu gaat de game zelfs mij zo gigantisch lopen paaien, naaien, noem het maar op. Het doet alles om mij verdriet te geven. Het is ook gewoon snel te halen. Nee, oh nee. Muntjes. Ja, duw me maar uit de weg. Stuk paardenvlees. Ja, zo is het makkelijk om muntjes te halen, ja. Nu snap ik hem wel. Ondertussen kijk ik in de aars van een pingwing. Geeft allemaal niet, niet erg. Maar als ik dit nou gewoon aan het begin had gedaan... Ik wil die ook! Nee, ik ben er toch niet... Ah! Ah! Hoerenzoon! Ah, dit is ook gewoon niet eerlijk. Ik denk dat we het daar allemaal mee eens zijn... dat ik extra punten verdien vanwege de game die mij... Loop te naaien. En dit zijn feiten. Dit zijn geen mening. Nee!
leven. Die kunnen we gebruiken. Here we go. Karano, karano. Karano. Oh shit. Die stroomballetjes die gingen sneller dan ik dacht. Oké, okay, here we go. Ja, wat zit hierin? Oh, gewoon muntjes. Oké. Okay. Oké. Okay. Ga gewoon even rustig aan doen. No stress. We gaan even Bowser verslaan, jongens. Dat jullie het even weten. Rustig over die middelste glijbaan. Rustig, 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 rustig. Oh, 2C. Oh, nu moet ik het gewoon met gemak halen. Oh jee, jippie, blauwe ster. Jippie, god. Zullen we met z'n allen vieren? Zullen we met z'n allen vieren? Ik haal Tom Poes. Wie doet de soesjes? Niet zo snel glijden, jij. Au. Au. Nee, vuile hoer. Oh, dit duurt te lang. Duurt te lang. Duurt te lang. Als ze nou niet naar mij gaan luisteren, hè. Ga aan de kant, stronthanen. Oké. Okay. No stress. Here we go. Tijd om dit snel te klaren. Zodat wij snel naar andere sterren toe kunnen. Naar andere levels toe kunnen om daar sterren te halen. Want dit gaat hem niet worden met dat sneeuwlevel. Volgens mij kunnen we ook nog een keer... Oh ja, nee. Spring mis. Idioot. Jij idioot. Oké, we moeten hem gaan draaien. En dan op een stekelbal gooien. Het is alleen een beetje jammer dat we geen stekelbal zien. Dus waar gooi ik hem in godsnaam heen? Dat ik het niet weet. Oh yes, we got him. In één keer. Dat je het even weet, jongens. Wij zijn hartstikke goed bezig. Alsnog, het is 13 minuten. Dat is toch tijd die Ivar in één keer zou kunnen inhalen. Maar dan alsnog, we hebben 30 minuten speling. En dat is wel een soort van fijn gevoel. Deze hebben we. Dit wordt niet gezien als een ster. Dus dit telt niet voor ons, helaas. Maar we kunnen nu dus wel met deze sleutel naar andere levels toe. Kunnen wij naar beneden of kunnen wij naar boven? Ik denk dat wij naar beneden kunnen en nog niet naar boven. Dus dat gaan wij als eerst doen. We gaan naar beneden. Moet ik per se glijden? Moet het allemaal weer opnieuw? Moet het allemaal via de lange weg? Via de sloerieroute? Snapt dan helemaal niemand dat ik daar helemaal geen zin in heb? Niet! Je waagt het niet, hè, Mario? Echt! Ik koop met liefde twee nieuwe monitoren van Kevin, want ik sla ze helemaal naar de vertiefde takketering. Stop! Met glijden! Vuile, vieze... Oh, met mijn kontje in de sneeuw. Wat hilarisch. Wat een hilarische toevoeging aan de game. Rustig. Glijden. Rustig. Oh nee, dat verschijnt hier. En hier glij ik ook weer door, hè. Ik glij hier door. Nee, terug. Je gaat terug, Mario. Je gaat terug. Plahoe. Je plahoet maar. Je doet het maar. Hehe. Eén ster. Rejoice. We gaan als eerste gewoon even in het lava level wat sterren halen. Want dat is nodig. Boil the big bully. Ik weet wat we hier moeten doen. We moeten namelijk een grote bully moeten wij in de lava gaan duwen. Dus dat gaan wij heel eventjes klaar. Oh. De kleine bully verslaat ons al. Oké. Dat was een goede training. Een goede training was dat. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Zullen we gewoon eerst deze doen? Lekker makkelijk, toch? Ja. Lekker makkelijk. Hebben we hem in ieder geval binnen, die eerste. Zo, here we go. Here we go! Ja, 15 minuten. Het is toch allemaal wat, hè jongens? 15 minuutjes, onze eerste ster. Oké, okay, klaar met het sneeuwlevel. Gaan we nooit meer in. Gaan we nooit meer naar kijken. Gaan we nooit meer mee bezig zijn. Sterker nog, we steken het in brand. Ah, sneeuwlevel in brand. Sorry. Wat was nog een van de geniale plannen? Oké, okay, we hebben dat level helemaal gedaan. We hebben het onderwaterlevel niet helemaal gedaan. We hebben dat level helemaal gedaan. Dat hebben we helemaal gedaan. We gaan gewoon dood. We gaan nog in het onderwaterlevel. Wat hebben we nog? 4 sterren. Weet je wat?
We hebben nu een level waar we in ieder geval weer weten wat we moeten doen. En in ieder geval even aan de slag kunnen met nieuwe ster halen. Dus here we go. We gaan naar die Big Bully toe, dit keer. Dit keer gaan we naar de Big Bully. Huh? I'm so sorry. Dit zijn ook twee kleine. Oh. Oh, ontweken, ontweken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dit is de Big Bully. Zwem sneller. Alles moet sneller. Veel sneller. 10.000 keer sneller moet het allemaal. Anders ben ik niet tevreden. Daar klikte ik niet op, hoerenkots. Oh ja, de Treasure Ocean Cave. Hier aan de andere kant zijn een paar kistjes. Die moet je in de juiste volgorde open doen. En dan rejoice. Krijg je ster of zo, whatever. Ondertussen vallen er ook nog een paar pilaren om. Vanwege zwaartekracht, I guess. Waar zijn ze? Val niet op mij. Ja. Volgorde, leuk. Leuk, leuk dit. Leuk, helemaal zin in. Nou, zie je? Dan niet, hè. Hoerenkots. 1. 2. Ga open, ga open. Oh! 4? Krijg ik nu iets? Een ster! Ja hoor! Dit verdiende ik. Dit verdiende ik. Dat heeft een soort van het vorige een klein beetje beter gemaakt. Fuckers. Nou, dat was allemaal niet zo lastig. Oh, hier moeten we wel iets... dit hebben we. Oké. Okay. Ho, ho, ho. Oké. Okay. We got it. Nu ga ik iets doen wat me weer extra tijd kost. Maar ik moet het doen om de volgende ster in dit level te halen. Denk ik. Dus we gaan... En dat verdient niet eens een ster... Nou, dat verdient wel een ster trouwens. We gaan Bowser verslaan. Kevin waarschijnlijk nog niet gedaan. Misschien ook wel, weet ik veel. Misschien doen we het allebei wel dit level. Dat weet ik niet. Van de vorige aflevering had Kevin dit nog niet gedaan. Ja, superleuk. En een superleuke leuke grap. Oh, de prinses, laatste level, denkt iedereen. Iedereen denkt gelijk, ik heb fucking veel geld betaald voor deze game. Is nu al uitgespeeld. Maar oh nee, gat in de vloer. Ik klik er aan, ja! Bully de bullies. Oh, volgens mij moet je nu gewoon alle bullies in de lava gooien. Is dat een ding? Dat kunnen wij. Oké, dat is 1. Denk ik. Ja. Dit geeft Kevin ook weer allemaal cadeau. Verdient hij niet. Want hij heeft al zoveel vals gespeeld in zijn leven. In ieder geval, die rode munt is van... Nee! Ik moet die knop nog een keer indrukken en terug naar achter. Werkt het gewoon zo? Nee, dat werkt niet. Ah, brand! Nee, weet je wat? Het was gewoon een testronde. Het was een testronde. Game over. Het was geen testronde. Oh. Oh ja. Oh ja, super. Oh, oh shit. Oh, 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 oh. Als we er eentje kunnen uitschakelen. Wat doe ik hier ook met 1 muntje, idioot. Oké, dit is beter. Oké. Oké. Oké, this is good. This is good, I guess. Calligrafie, kneus. Mijn scheldwoorden ook. Worden met de dag creatiever. Puur om advertentieinkomsten wel te kunnen krijgen. Kalligrafieneus, daar kan je iemand niet op bashen. Misschien op hoerenkots wel. Maar het geheim van dit spel is ook gewoon niet in paniek raken. Maar laat ik daar nou niet al te sterk in zijn. Verbrand mij niet. Ik plahoe wel naar de overkant. Geef mij in ieder geval meer. Maar hier. Ja, dan gaat hij weg, hè? Snap ze niet? Nee!
Okay. Big bully. Go away, man! Please, no! Waarom ging het net zo goed? Fuck you, bitch. Ja, die ster hebben we al. Oké, we moeten dus duidelijk andere bullies bullyen. Nee! Oh, ik moest die hebben daar op de achtergrond. Oké. Nee! Ja! Nee, weet je wat? Dat was grappig, dat was leuk! Het is leuk om naar te kijken, het is leuk! Superleuk! Tegenslag is leuk! Wie zijn idee was dit? Kevin Dams, yeah! Waarom ben ik zo dichtbij? Waarom is de camera zo dichtbij? Gaat die vallen? Gaat die in brand vliegen? Doe normaal! Pokkojong! Waarom is de camera zo ingezoomd? Wil ik niet. Zoom me uit. En dan moet ik weer terug om de knop wel weer in te drukken voor die andere. Oh, mijn leven is zo zwaar! Ja, rennen. Plauw! Goed zo, knullybully. Ik kan niks! Niet te paniekerig. Dat ding komt rustig terug en dan ga jij daar op die arena al die bullies eraf slaan. Oké, here we go. Daar staan we. Ik zie er 2, maar volgens mij zijn er 3. Ja, er zijn er 3. Oké. Oké dan. Dit is super, Mario. Dit is echt super. Nee, Mario. Doe het nou niet, Mario. Mario. Come on. Mario. Ja, god. Je wordt... Als je er nou 1 afkrijgt, dan wordt het net als op dat andere dingetje. Schop er één af. Voor ze jou eraf schoppen. Ja, nee, dit gaat super, Mario. Dit gaat echt super. Je bent echt een held, Mario. Wat ben jij een stoere jongen, zeg. Oh, jongens, come on. Fucking Mario. Ja, dit was je kans, klootzak. Oh, come on, ik word hier zo gek van. Oké, dat zijn de 2. Maar ja, je krijgt gewoon de kans niet om ze eraf te mappen. Waarom doe je nou zo? Sla hem dan! Juist! Oh, 2 eraf. Nice, oké. Als je het nou nog verpest, Kevin, dan ben je echt heel dom. Echt heel dom. Ah! Oké, hebben we ze nu? Oh, shit! Oh, nee. Ja, weer op je fucking kont, hè? Doe nou niet, jongen! Nee, doe nou niet! Godver... Hehe. Jongen. 1 dingetje leeft nog over. Oké, we hebben 3 sterren. Rustig aan, Kevin. Rustig aan. Je bent nog steeds binnen dat half uur die Ivar zou moeten winnen. Hè? Nou, de rest van het level nog. Ik ga gewoon focussen. Wat een slim idee. Ik ben wel of blij dat ik niet de hele tijd wegglij. Oh, dat was jammer. Dat vond ik jammer. Dat steeds gebeurde. Daar kon ik... Oh ja, de boos om worden. Volgens mij moet ik hier naar beneden. Volgens mij is hier nog wat. Of is dat waar ik al was geweest? Dat is waar ik al was geweest. Denk ik. Oh god, ik ben ook niet goed ook. Hier kan je geen 100 muntjes halen. Dus haal dat maar uit je hoofd. Ik dacht dat hier een rode munt was. Oh ja, daar. En daar, dat is 4.
stress. Hier op de hoek staan. Ik moet niet springen. Niet springen. Nee. Draai eens even. Die microfoon zit ook in beeld. Extra handicap. De 6. Dan moeten we er dus nog 2. Auw! Kan ik ook? Dank u. 7. Oh oh, kusjes geven. Suikerpot, deksel erop. Ik zie niks. Ik zie niks om voor de aanvallen. Loop je ook gewoon als mongool rondjes, hè? Er is ook gewoon totaal geen logica in je openstaan. Hé, hey, ik moet nog een rode munt. Niet te ver. Is hier nog een rode munt? Nou! Daar zo. Ik wist het wel. Ik wist het. Kijk dan. Kijk, ik meester zijn. Pokémon. Mario meester. Ik vind dat de sleutel als extra ster telt, maar dat is niet zo. Oh god, ster pakken. Oh, ik wou er meteen inspringen. Oh my god, my mind is killing me. Ja, oh, ster 3. Nu wil ik gewoon iets doen. En ik wil gewoon een soort van overwinningsgevoel hebben. En dat hoeft niet per se op Kevin te zijn. Ik ga je staart pakken. Want ik ben een echte tovenaar. Ik moet mijn uitspraken leren coördineren. Oké. Okay. Eigenlijk kom ik op een bom gooien, maar ik zie hem nog. Oh, daar. Als het goed is, kom een bomgooisje in één keer dood. Nee, dat is niet de juiste knop. Dat is niet goed! Suikerwafel! En nou is hij boos hoor. Dan gaat hij in één keer rennen. Oh, dat dacht ik. Oh, vuurspuwen, origineel. Kom hier! Welke boom is het dichtstbij? Bom. Jij. Nou, die andere eigenlijk, maar ik denk dat dit makkelijk is. Niet zo snel, niet zo snel. Ik draai best langzaam, maar doe dit. Ach, klik om. Nee! Dit is gewoon niet te coördineren ook, hè? Ga op een bom! Pokken, joh! Je springt als een meisje. Is Bowser misschien ook een meisje? En is gewoon verliefd en heeft hij daar een Peach, gevangen genomen, omdat hij een beetje onzeker is. Oh, dat is zo schattig. Ik kan de bommen niet zo zien, hè? Programmeur. Ja, hier word ik dus even takken zenuwachtig van. Wat ik wel weet, is dat er een ster is in de vulkaan. Laten we die dan ook gaan halen. Oké, okay, dit is prima. Ik ben niet boos. Niet verdrietig ook. We pakken even deze muntjes. De vulkaan is aan het uitbarsten. Het is een feest. Wij gaan de vulkaan in. En dan moeten wij hier omhoog. En daar is een virusster. En als we die dan halen, is er zelfs nog een... Oké. Vijfde sterretje. Oké. Boom. Heel goed, Mario. Dit gaat als een leien dakje. Dit gaat fijn. Dit gaat prettig. Dit is hoe ik het wil zien. Mario. Oh ja, dit. Spring je nou de kant op waar je naar mikt? Ja, hè? Ja, oké. Okay. Oh. Oké. Oh my god. Ik ging er bijna naast. Maar we got him. We got him, boys. 24 minuten. Dit kan nog steeds lukken, jongens. Dit kan nog steeds. En ik ben heel erg blij met hoe het alsnog gegaan is. Als ik nou gewoon rustig gooi op die, is toch ook goed? Gewoon... Ja, zie je? Het had allemaal veel makkelijker gekund. Ja, hier. Oh, bo, je hebt me verslagen. Ik ben een draak. Een echte draak. Sleutel, pak hem, pak hem. Coole muziek. Oh, zo blij. Zo blij dat hij Mario is. Zo blij, boy. Ik wil je. Ik wil je. Blijf bij me. Hou van me. En ga nooit meer weg. Ja, ik had je hoor. Ik had je, potverdikkie. Nou.
Klote, klote, klote konijn, klote konijn, klote konijn. Moet je nou nemen van jezelf? Oké. Niet doen, Ivar. Laat dat beest lekker verhongeren, lekker sterven. Ga lekker dood. Ik doe dit wel even. 2 sterren inhalen. Stukje cake. Boil the big belly. Het zijn allemaal belly. Wow! Wat een goed begin van je weekend. Zo. Kom hier. Zo, ster, jippie. Ach, jongen, ik ben bijna nu bezig. Is niet goed, voor mijn hart. Ster, oké, de ster 4, nog 1 ster. Jippie allee, jippie yo. Let's go. De big belly. Laten we dat dan maar gewoon doen. Waar zit hij ook alweer, die motherfucker? Doe nou even niet, man! Ik bedoel, echt een druivensuikertje. Dit kost je nog eens een keer je anus. Munten, 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 munten. Jij bent niet de big bully. Jullie zijn 2 kleine bullies. Alsnog zijn jullie niet leuk, maar... Ach. Ach, weet je. Weet je, het komt allemaal wel goed. Daar is de big bully. Hallo, of ben jij niet de big bully? Ik moet toch eerst een gesprekje hebben met jou? Of niet? Oh nee, ik weet wel hoe ik jou moet verslaan. Niet doen, niet doen, niet doen. Onverstandig, onverstandig, onverstandig. Hey, ga dood. Ik krijg een ster van jou. Yippie! Daar! Oh. Oh. Ja, dan. Dit ding gaat omhoog. En volgens mij brengt hij ons naar een andere ster dan dat we via het looppad net deden. Alleen even kijken wat nou de bedoeling was. Ik moest volgens mij op een ander vlak springen. Of in een paal of zo. In ieder geval gaat dit ding naar beneden vallen zometeen. Oké, dat is gelukt. Hier, in deze paal moeten we volgens mij. Oké. Gaan we omhoog. Oh! Ja, maar welke kant moet ik op? Goed, volgens mij mag je er hier gewoon niet afvallen. Dus of we nou vol leven hebben of niet. We gaan een poging doen. En anders moeten we zo meteen in het lava level zelf 100 muntjes verzamelen. Volgens mij is dat ook wel een wat makkelijker level om dat te doen. Ik weet het niet zeker. En anders moeten we nog wat anders zoeken. Het is nu echt even zoeken naar van... Oké, waar kan ik snel sterren halen voordat we naar de klote levels gaan? Goed, deze is op zich dus ook wel chill. We springen hier in de paal. Ja. En hier moeten we dus uitkijken voor de lava. Maar hoe moet je hier ook alweer springen? Kijk, als je zo staat, springt hij dan... Nee! Mario, wat doe je nou? We hebben trouwens nog maar 0 levens. Dus als we nu dood gaan, zijn we gewoon game over. Oké, we wachten tot dat ding voorbij komt. Het vuur. Ja. En dan gaan we deze... Oh. Nee, Mario! Nee, Mario! Oké dan. Vol zelfvertrouwen. Oké, dag Mario. Ga daar maar zitten. Game over ook gelijk. Oké, nee, is goed. Zullen we het hier gewoon doen? Je kan op die slide alleen al heel veel muntjes halen. Dat betekent wel dat we als eerst die slide weer moeten gaan doen. Waarom? Als de ster op de slide terechtkomt, dan heb je echt een groot probleem. What the fuck doe je, Mario? What the fuck ben je mee bezig? Oké. Wat we gaan doen? Netjes. Netjes, Mario. We gaan sliden. Nee, eigenlijk hoef ik geen race met je. Oh, ik had ook op nee kunnen drukken. Oké.
Oké, okay, dat blauwe muntje had ik willen hebben eigenlijk. Maar is goed. Oké! We hebben heel wat muntjes gemist. Heel wat muntjes. Oké, okay, is goed. Oh, je moet tegen die pingwing race. Oké, okay, is goed, pingwing. Gaan we lekker racen. Is goed. Oké, okay, en op het gemakje. Ah! Oh my god. Oké. Okay. We hebben al aardig wat muntjes verzameld hier. Oké. Okay. Oké, okay. Oké, okay. Oké. Dit gaat goed. Nu moeten we gewoon de race afmaken. En dan kunnen we 30 muntjes. Die kunnen we toch wel vinden. Hier, 15, 25 muntjes. Dat kunnen we hier echt wel vinden. 25 muntjes. Here we go. Oké, dan gaan we hierheen. Ja, en dan heb je dit ding. Oh, hier komen toch wel 10 muntjes uit. Ja, joh. minuten. Do you want to save? Yes, please. En weet je, we hebben nu deze ster, dus we kunnen hier gewoon de afgrond in nu. Dikke doei. 33 minuten. We hebben hem gewoon, jongens. We hebben de 30 sterren. Het is aan Ivar nu om binnen 3 minuten 5 sterren te halen om ons überhaupt in te halen. We zullen zien hoe snel die is. Jongens, we got this. Hallo, ik ben Hiro. Jij hebt Bowser verslagen? Ik heb Bowser verslagen. Oké, okay, toch. Heb je ook die ster gehaald? De ster bij Bowser? Ja. Ik heb niet de 8 muntjes gehaald, denk ik. Oké, okay, mooi. Maar goed, ik heb wel het hele lava level uitgespeeld. Het hele lava level? Ja. Je kan niet het hele lava level al hebben uitgesproken, want er zitten meer stenen in dan 5. Oké, okay, dan heb ik in ieder geval heel veel in het lava level uitgespeeld. Leuk voor je. Super, hè? Mensen... Bedankt voor het kijken. Ivar moet dus nog steeds een half uur inhalen. Het is hem niet gelukt om wat in... Nou ja, 4 minuten ben je ingelopen. Nee, uitgelopen zelfs. Leuk dit. Oh jongens, wat is het toch een feest om deze serie te maken. Het is oneerlijk, want ik ben beter dan jou. Ik ben gewoon beter dan jou, maar gewoon dom ongeluk. Die eerste keer dat ik de 100 muntjes probeer te halen in het sneeuwlevel... is 11 minuten, 12 minuten aan total... Weet je waar mijn ster verscheen? Op het glijlevel. Ja, daarom heb ik die ster ook gehaald in deze aflevering door allereerst ja! de glijbaan te doen. Ja, ik ook, maar ik wilde niet heel de glijbaan afmaken omdat ik niet wist dat ik het gewoon niet over hebben. Nee, ja, ja. Ik ben daar gewoon iets slimmer in, denk ik. Mensen, nee, je bent niet slimmer. Je hebt mij gezien hoe ik het eerder heb gedaan ooit. Ja. Is goed. Mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Zoals altijd mag de verliezer van de aflevering weer spreken. Ik wil naar huis! Je bent al thuis. Yeah, I know.